Wij zijn Femke en Febe. En wij zijn van Kitchen. Wij gaan nu het Amsterdamse Museum bezoeken. Ga je mee? Amsterdam heet natuurlijk ook Amsterdam, hè? Amstel en Dam. Dus het is, ja, al voor de 17e, 16e eeuw waren er huisjes in Amsterdam. Ja, dit. Hier ergens exact. Amsteldijk. Exact. Kijk. Ja. Hier ligt ergens jullie woonbootje tussen dan, waar jullie hebben gewoond. Ja. In de kaart van Amsterdam een beetje. Als je de kaart van Amsterdam ziet, dan... Ik heb wel kaart van de wereld. Oké. Ja, eigenlijk is het een beetje een rare kaart dit. De kaart is namelijk getekend. Wij zijn toch gewend, denk ik, als je naar een kaart kijkt. Het noorden is boven, het zuiden is beneden, het westen is en het oosten rechts. Maar eigenlijk is het precies andersom. Waar is hier Amsterdam-Noord, als je hier goed kijkt? Dit is een van de best bewaarde regentenkamers. Dus, die is nog bijna in de staat zoals die heel erg vroeger ook was. Mooi. Kroonluchters hangen en een heleboel schilderij. En het grappige is ook wel aan die schilderij, van dit schilderij is ook echt hier geschilderd. Kijk, er zijn de vloer en hier de vloer. En dan is het ook prettig als je misschien soms een park hebt. Nou, zo heb je in Amsterdam allerlei parken. Zo zien we ook daar allemaal op die daken ook groen, zonnepanelen. Dus de stad slimmer maken. Wat heeft jouw buurt nog nodig bijvoorbeeld? Nou, maak een slim ontwerp van de stad. Dat mag je met Lego gaan doen. Wat hebben jullie gedaan vandaag? Wij hebben vandaag heel veel geleerd over Amsterdam. En we zijn nu in het stadslab iets aan het maken waar je in de toekomst makkelijk mee door de stad kan reizen. Een brug, dat je over het water kan makkelijk. Okay. En waar zou die kunnen komen? Hier is de kaart, hè? Hier. Bij je. Ja. En je ziet hier voor een beetje goed. Amsterdam Museum. En het was super leuk. Ja. Wat hebben we gedaan? We hebben gelegoed, we hebben een rondleiding gekregen. Ja, en wat hebben we allemaal geleerd? We hebben geleerd dat de Amsterdamse stad, dat die wat groener moet zijn. En daar zijn we nu heel erg mee bezig. Leuk voor kinderen? Ja. Het is hartstikke... Kidsproof.